Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit hier met Piep even in de serre, want daar is hij veilig voor onze Izzy. En ik ga deze vlog eigenlijk al beginnen met slecht nieuws. Ik ben vandaag naar de dierenarts geweest met onze hond Lucky. Die sukkelt al een tijd met een pijnlijke opgezwollen teen. En eigenlijk gingen wij ervan uit dat het een stomme ontsteking was. Maar vandaag heb ik dus nieuws gekregen dat het iets veel erger is. Lucky heeft namelijk botkanker. En op de foto die ze vandaag gemaakt hebben, zijn verschillende tumoren eigenlijk zichtbaar binnen in zijn teen. Bij ons is het zo dat Lucky en Mix, dat zijn onze twee grote honden, dat zijn eigenlijk mijn papa zijn honden. Natuurlijk zijn dat honden van het gezin, maar qua aankoop en verzorging, zal ik zeggen, zijn dat papa zijn keuze geweest. Yoshi is dan echt de hond die ik heb gekocht, die ik graag wou. Niet dat ik die andere twee niet graag zie, maar ja, er is zo'n beetje een verschil tussen als er beslissingen moeten gemaakt worden over Yoshi zijn gezondheid, dan is dat compleet aan mij. En bij Mix en Lucky, daar gaat papa over, om het zo even uit te leggen. Nu ja, heeft mijn papa natuurlijk een heel moeilijke beslissing te maken. Ik wou dat even met jullie meedelen, zodat jullie op de hoogte waren. Ik weet niet als ik er verder in de vlog nog iets over ga zeggen, want ik wil mijn papa ook een beetje ruimte geven. Absoluut geen druk op hem zetten, want het is zo moeilijk. Als ik er nu aan moet denken dat hij er niet is, doet mij dat natuurlijk ook heel veel pijn. Dus ik ga mijn papa nu gewoon de rust en ruimte geven om die beslissing te maken. En ja, we zullen zien wat hij beslist. Kom op. Paardje noemt Trixie. Kaka. Ja, Nini. Hey, knapperd. Mooi, hè? Ja, hè? Och, dat is een hele ervaring. Nee. Het is zo'n ergens. Je wilt altijd in de zandbak spelen. Jij moet kiezen, hè? Dat was een strikvraag, hè, papa? Goed zo, Nienieke! Hey, zombie! Ja. Wauw, kijk hoe mooi, Chatty. Wauw, zo'n grote. Smoske is er ook bij. Is moody. Hallo. Oké, is wat knap. Wauw. Echt groot. Duiven. Ja, duiven. En kippetjes. Ja. Rustig aan. Rustig aan, niet te snel. En dan gaan we nog een stier. Smaske. Hey boy, kijk hem hier. Ah, mijn dikke vriend. Oh, mijn dikke vriend. Verlof is samen wakker worden aan de tv met heel veel chocomelk. Hè? Wat? Bang. Pa. Is leuk? Ja. Dat dacht ik wel. Mama al water? Nee, mama gaat daar niet in. Hop. 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 Ei rapen. Dat is goed, schat. Die kom maar. Een ei. Doe maar, kom je er aan? Nog? Het is juist 7 uur 's morgens. Ik heb de rest van deze week vrij. Ik heb het weer goed kunnen regelen. Ja, met die hitte vandaag. Ik zag er zo tegenop. Maar mijn klantjes begrepen het gelukkig allemaal goed. En heb ik vandaag een dagje met Nienemuis. En die gaan we dus samen de beestjes uitlaten. Want daar hebben we geen tijd voor om dat samen te doen als mama naar het werk moet. Daar. Dan doe ik dat snel snel alleen. En nu gaan we samen. Ja! Yeah! Zeg maar hallo. Hallo.
Met een jasje, jasje, jasje. Good morning. Nee, meentje. Maar niet tegen mij gooien, hè. Je moet weggooien, dan kunnen ze een beetje verspreiden. Suzy! Suzy zit in de emmer, Nini. Oh. Nee! Muurappel. Ja, maar Guido heeft ook honger, Nini. Nee! Hier is het toch weer. Er knappert. Er knappert. Ondertussen komt mijn oude vriend alweer bedelen voor blaadjes. Guido eet altijd het restje wat de ganzen overlaten op. En deze kalkoen, dit is Toombi, die gaat altijd het konijnenvoer opeten wat overblijft. Maar dat is een eetbak, Shatti. Daar moet geen water in. Jullie vragen jullie misschien af wat er is gebeurd met de baby-eendjes. Slecht nieuws. Ineens waren alle eenden eieren weg. En ik zeg tegen Christian, dat kan niet. Er is ergens iets. En toen hebben we gezocht en gevonden. En we hebben eigenlijk een rattennest gevonden. Echt rotte beestjes, maar goed. En die hebben dus alle eieren helaas gestolen. En nu zie ik wel dat Izzy en Maurice de voorbije dagen al wel wat dode ratten mee naar huis hebben genomen. Dus... ze zijn het probleem aan het oplossen. Ik heb bij de H&M iets besteld in Solden. En dat is direct ook een tip voor, ja, jongens weet ik niet, maar meisjeskledij in de Solden bij de H&M. Echt 2 euro, 3 euro voor een kleedje. Ik heb 1,50 euro gezien voor een blouseje. En voor wie het nog niet door had, Nini is best wel groot voor haar leeftijd. Want ze draagt al maatje 104 en ze is nog maar 2 jaar. En Zottemie, dat heeft ze niet van mij, want ik ben maar 1,63 meter groot, denk ik. Of viezer. Maar allee! Je doet de vriendin! Nee! Nee! Ja! Goed zo! Ik vind het wel fijn om van die besparingstips, of ja, besparingstips, van die koopjes met jullie te delen. Omdat ik weet dat het heel duur is allemaal. Wij hebben gisteren tickets gekocht om naar de Efteling te gaan bijvoorbeeld. Voor ons drietjes plus parking zijn we al 104 euro kwijt. Echt. En ja, ik weet wel dat er hier en daar wel kortingen te krijgen zijn, maar dat heb ik op dit moment niet. En ja, ik ben er mij altijd heel veel van bewust dat er heel veel gezinnen zijn die dat niet kunnen. En dat doet mij heel veel pijn. Ik ben er echt heel veel mee bezig. Ook heel veel kinderen die van alles niet hebben of niet kunnen wat Nini doet. En dat vind ik dan zo, al ja, dat komt mij aan mijn hart. En als ik dan zo dingetjes weet, zoals nu die solden of zo, ik kan mij best voorstellen dat iemand die... niet vaak naar winkels gaat of op websites kijkt, dat hij dat niet weet en dat hij nu denkt van, oh, dan ga ik ook eens bij de H&M kijken en dan denk van, ja, is dat een leuk dat ik dat heb kunnen regelen voor iemand. Dus het is niet stoeverig bedoeld om dat met jullie te delen. Het zijn echt gewoon, ik doe mijn best om mijn steentje bij te dragen om sommige mensen misschien ergens een beetje te helpen of ergens, ja, iets te vinden misschien wat dat ze nodig hebben. Ik hoop het. Zou je zeggen dat mijn kippen in de rui zijn? Jezus. En hoe zie je aan een kip, of in dit geval een kalkoen, dat ze het warm hebben? Ik ga proberen aan haar voorkant te komen. Kijk,
Ze laten hun vleugeltjes openhangen, bekje open en dan hijgen ze. Zo zie je dat een kip of kalkoen het warm heeft. En wat kun je doen om hun te helpen? Voldoende schaduw voorzien, dat ze genoeg kunnen schuilen. Voldoende drinkmogelijkheden, ook super belangrijk. En zand, van die gewone losse zand. Het hoeft niet eens een speelbak, zandbak te zijn. Gewoon wat losse zand. Kippen die, en kalkoenen ook trouwens, ik denk alle pluimvee, die wassen zich in zand. Maar wat die dus ook doen is van die diepe kuilen maken. En daar is het natuurlijk lekker fris. En zo koelen ze zichzelf ook af. Dat is eigenlijk voor pluimvee alles wat je wel kan doen. Voor konijnen kun je eventueel nog zo een fles in de diepvries leggen. Er een handdoek ronddraaien en die dan aanbieden voor tegen te gaan liggen. En dan denk ik dat je je best al zeker gedaan hebt. Maar water en schaduw is eigenlijk echt het belangrijkste. Onze konijnen die leven eigenlijk onder een mega grote appelboom. En daar krijgen zij eigenlijk bijna de hele dag schaduw van. En daarachter hebben we dan nog een peerboom. En dat is dan ons bos achter het huisje. En daardoor hebben ze eigenlijk de hele konijnenren de hele dag schaduw op zo een paar stukjes na. En wil je nu dan toch nog iets extra doen voor ze, dan kun je ook altijd bijvoorbeeld watermeloen of komkommer aanbieden. Iets wat veel vocht bevat. En dan, als ze dan niet genoeg drinken, krijgen ze via daar dan toch nog genoeg vocht binnen. Dus dat kan ook nog. We zijn in het plantencentrum van Genk. En in één keer zegt Nini, springkasteel! Ik denk, wat? Maar ze heeft gelijk. Hebben ze gewoon springkasteel, Nini? Ze hebben hier gewoon een springkasteel. Ja. Goed zo. Ik had dus zelf gezaaid een tijd terug. En nu is er dus met dat warm weer iets misgegaan. Ik was... Ga maar, schat. Ik was dus vergeten om dat kastje open te doen waar dat ik in gezaaid heb. Dat is zo'n soort miniser. En nu was het er dus te warm in geworden, waardoor heel veel van mijn zaailingen zijn omhoog geschoten. En omdat ik met mijn winterkolen toch stilletjes aan een beetje te laat ben in het worden, dacht ik, ik ga toch een paar plantjes halen. Ik ga ook opnieuw zaaien, maar dan ben ik tenminste zeker dat er winterkolen zijn. Dus dat ga ik doen. Hier zien jullie dat sommige zonnebloemen die uitgebloeid zijn, hun kopje laten hangen. En zo hebben we deze dus, als ik eraan kom, deze juist afgeknipt. En nu wil ik die dus meenemen voor de konijnen om op te eten. Maar dat ga ik er niet uit krijgen getrokken. Pa, kun je heel even komen? Nou, heel mijn gronden weg. Heel uw gronden weg. Ja, ja. Een hele klop grond mee. Dat gaan we een gevaar maken. Sinds wanneer draag jij je sokken zo? Voor de kou. Kunt je je voorstellen dat dat om 3 uur deze morgen weer wakker was? Onwaarschijnlijk. Ja. Kijk eens hoe happy. Zelfs oude Vince komt eraan. Hé, boyke. Oké, we moeten die dus eigenlijk wel verdelen tussen hun twee. En ik ben het mes vergeten, ja. Maar, ja, ik zou zeggen, ietsje minder voor die 3, want die anderen zijn met 7, hè. Oh, wow, wow. We hebben competitie. Kindjes. Buon appetit. Oei. Ja, ik ga het wel plat leggen, want anders is het een beetje moeilijk eten. Dat lukt. Even ons binnen laten. Kijk, Vince de bedelaar. Oh, Nini. Zot. Wacht, ik kom naar jou. Goed? Doe maar terug. Oh. Oh, dit ik. Dan kan ik opslaan. Kijk eens, Vince. Njam, njam. Jullie willen gewoonweg niet weten
hoe hard ik de afgelopen twee nachten heb afgezien. Echt niet. Nini heeft, ik weet niet wat aan de hand, maar al twee nachten op een rij dat hij dus na 3 uur niet meer in slaap te krijgen is. Ik heb dus nu al 2 nachten amper 3 uur geslapen. Omdat ze de hele tijd klaagde van pijn, ben ik gisteren om 4 uur nog naar een huisartsenpost met haar gereden. Om 4 uur 's nachts, om wel te verstaan. Echt, ik ben helemaal geradbreekt. Maar ja, goed, geradbreekt. Kijk, mijn spraak is ook al helemaal... Maar we gaan dus naar de speeltuin, omdat dat eigenlijk al was afgesproken voor vandaag dat we dat gingen doen. En ja, weet je, ofwel hoor ik een keer thuis een beetje te kniezen over hoe slecht ik mij voel en hoe moe ik ben. Of we maken er gewoon maar weer het beste van. Echt. Ik zal het vanavond wel mijn klop krijgen, denk ik. Maar ja, goed. Het is niet anders, hè. Yeah.